allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke video. Althans, vind ik zelf. Namelijk, ik ga een parfum unboxen. En dat is namelijk deze nieuwe parfum van Ariana Grande. Namelijk haar Cloud parfum. Ik heb deze gekregen op Sinterklaas. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe die ruikt. En gewoon hoe hij is. Nou, zo ziet de verpakking eruit. Het is echt een hele mooie verpakking met een hele mooie foto van haar. Het is een beetje holografisch. En met mooie blauw, roze, paarse tinten. Echt, I love it. Ja, laten we hem maar openmaken. Ik heb hem trouwens in 50 ml. Oh ja. En als je die parfum kocht in 50 ml, dan kreeg je een heel erg leuk tasje erbij. Namelijk dit toilet/make-up tasje. Ik vind het echt heel erg leuk dat ze dit gewoon altijd doen, weet je wel. En het is gewoon mooi. Het is echt heel erg zacht. En het is met zo'n blauw lijnen wolkje. En het is een wolkje natuurlijk. En hierin is het ook heel erg mooi blauw. Echt heel erg leuk. Laten we hem openmaken. Nou, getop dit. Ah, yes. Oh, wacht. Ik weet trouwens wel dat, wat ik eerst nog niet wist, is dat je zeg maar de parfum hebt en daaronder zit zeg maar zo'n wolkje. En daarin zit de parfum en dan moet je hem zeg maar er gewoon zo uithalen. Dat wist ik eerst niet. Oh, zo leuk. Het is echt een hele mooie parfum. En het is zeg maar een blauwe parfum. En dit is gewoon het wolkje, zeg maar. Echt heel leuk gedaan. En hier staat haar naam op. En kijk, dan haal je hem eruit. En dat wist ik dus eerst niet. Ik dacht gewoon, nou, dit hoort er gewoon bij. Gewoon zo. Je kan hem natuurlijk ook gewoon zo houden en dan zo openmaken. Maar het hoort eigenlijk gewoon zo dat je dit eruit haalt. En dit is gewoon een soort van standaard. Zodat hij goed blijft staan, denk ik. Maar wel echt heel erg leuk bedacht. En dit is het flesje. Hij ziet er echt heel erg leuk uit. En hier heb je ook weer dat zo in een wolkjesvorm. Het is wel echt heel erg anders dan al haar andere parfums. Die zijn in natuurlijk zo'n soort ronde vorm. Weten de Ariana Grande fans hier zo, die nu kijken, natuurlijk wel. Maar dit is het. Ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat ruiken. Oh, hij ruikt wel lekker. Oh, hij ruikt best lekker eigenlijk. Ja, want ik wist wel dat ze zeiden dat het een beetje naar kokos ruikt. Rook. Ruikt. En dat klopt ook wel. Je ruikt ook wel echt een beetje kokos en zo. Maar er zit ook wel echt gewoon weer een zoete geur aan. Het is wel anders dan haar andere parfums. Die zijn gewoon nog zoeter. En er zit volgens mij ook niet echt kokos in. Er zit wat meer marshmallow-achtige geuren in. Maar ik vind het best wel lekker. Het is gewoon iets anders. En je kan natuurlijk ook niet steeds hetzelfde maken. In het begin moest ik wel even wennen. Maar het is best wel lekker. Als je gewoon eventjes er vaker aan ruikt en langer aan ruikt, dan wordt het gewoon wel steeds lekkerder. Dus ik vind het wel echt een lekkere parfum. Ja, ik ben er wel echt heel erg blij mee. En ik ga hem zeker opdoen natuurlijk. En nu heb ik gewoon 6 Ariana parfums of zo. Oeps. Ja, ik vind het gewoon echt een leuke design. Het is gewoon iets anders en dat is natuurlijk ook gewoon leuk. Trouwens, deze parfum kost volgens mij iets van 41 euro. Maar ik had gelukkig wat korting erop. Ik had volgens mij iets van 4-5 euro korting of zo. Dus dat was wel echt heel erg chill. Als je hiervan een gift set zou maken, weet je wel. Dat je het gewoon voor kerst kon geven of zo. Dat zou echt heel erg leuk zijn. Echt heel erg leuk. Ik vind het wel een aanrader. Zeker als je van kokosgeuren houdt. En als je niet van hele sterke geuren houdt. Gewoon van wel zoet. Het is best wel zoet. Maar als je ook van als er wat kokos in zit van houdt. Dan vind ik het zeker ook een aanrader. En voor de mensen die niet zo van kokos houden. Kan je ervoor kiezen om het niet te doen. Maar je kan er ook voor kiezen om het gewoon wel te doen. En kijken of je dit wel lekker vindt. Ik hou persoonlijk zelf niet echt heel erg van kokosdingen. Ook niet voedsel waar kokos in zit. Maar om eerlijk te zijn, je moet er gewoon vaker naar ruiken. En dan word je er eigenlijk wel gewend aan. Want dan ruik je eigenlijk meer de andere
dingen wat erin zit in plaats van echte kokos. Dus ja, ik vind het een aanrader. Ik ben er echt heel erg blij mee. En vonden jullie deze unboxing nou leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En op het belletje te drukken naast de abonneerknop, zodat je niks van mijn video's mist. En als jij ook Ariana haar parfum Cloud hebt, laat me dan zeker weten of jij het ook een lekker geurtje vindt. Voor de mensen die met kerst cadeautjes doen, dan vind ik dit echt wel een aanrader om met kerst te kopen. Het is gewoon echt leuk. En vooral als je de 50 ml doet, dan krijg je nog een extra cadeautje bij. Dus dan heb je gewoon twee cadeautjes voor kerst. Dus echt heel erg leuk. En dan zie ik jullie weer bij mijn of mijn vlogmas vlogs of mijn normale video's. Doei doei!